Goedemiddag allemaal, ik ben Elena en ik ga jullie wat tips geven voor de huisdieren en met deze zomerdagen. Voor de hondjes is het altijd erg slim om de wandelingen eventjes een klein beetje uit te stellen. Ga bijvoorbeeld 's ochtends lekker een lange wandeling maken als het nog lekker koel is. Of 's avonds als het afgekoeld is. En overdag beperk je jezelf gewoon tot kleine korte plas- en poepmomentjes. Wat verder handig is voor honden is dat ze dus inderdaad zo weinig mogelijk activiteiten ondernemen. Nou, daarnaast is het ook belangrijk om ze te gaan verkoelen en dat kun je het beste doen door ze bijvoorbeeld lekker in de schaduw te laten liggen. Maar ondersteunend daarvoor zou je ook gebruik kunnen maken van een lekkere koelmat. Zodra hier gewicht op komt te liggen, koelt hij en dat is heerlijk voor de honden. Nou, daarnaast heb ik ook eventueel lekkere koelhalsbanden. Als je die wat strakker zo om de nek heen doet, dan zitten ze op de halsslagader en daardoor koelt hij het hele lichaam. Nou, verder is het natuurlijk slim om genoeg te laten drinken. En wat misschien ook wel heel erg leuk is, is om de hond bijvoorbeeld pootje te laten baden. Hou er wel rekening mee dat de hond niet helemaal nat wordt. Want als hij dan vervolgens weer in de zon gaat liggen, dan gaat dat heel erg broeien in de vacht. Dan heeft hij juist meer last van de hitte en dat wil je natuurlijk niet. Maar verder is het handig om de hond natuurlijk niet in de auto te laten zitten. Maar dat weten de meeste mensen denk ik ondertussen wel. En ook zeker niet te gaan fietsen met de hond, want honden die verbranden dan letterlijk hun voetzooltjes op het asfalt. Ze zweten namelijk alleen via de pootjes en door het hijgen met de tong, dus ze hebben het gewoon extra moeilijk. Nou, voor katten is het vaak noodzaak om gewoon wat meer bakjes in de woonkamer te zetten en ze verder een beetje met rust te laten. Zorg er wel voor dat ze op een koele plek in huis kunnen vertoeven. En wat je zou kunnen doen is eventueel ook gebruik maken weer van die koelmat, zodat ze daar lekker op kunnen liggen. 9 van de 10 keer zijn ze wel een klein beetje eigenwijs, dus laat ze maar gewoon lekker hun eigen ding doen. Wat betreft voor de knagers onder ons heb ik voor de konijnen een heerlijke koel steenachtig iets. Hij is van plastic, hij is niet van steen, dus dat is niet helemaal goed verteld, maar oké. Deze leg je in de vriezer, hij bevriest, hij is knaagproof. Dus die kun je dan heerlijk in het hok leggen en 9 van de 10 keer zul je zien dat de konijnen of de cavia's er heerlijk op gaan liggen. Vaak likken ze hem ook even af omdat ze het lekker koud vinden. Nou, het is natuurlijk zaak dat ze niet in de volle zon staan, dus let erop waar hun verblijf staat. En laat ze ook overdag een klein beetje met rust, zodat ze zich niet te druk hoeven te maken. Wat verder ook heel erg handig is, en dat is vaak iets wat vergeten wordt, voor de hamsters en voor de muizen en eventueel voor de ratjes, heb ik ook iets heel leuks. Dat is deze. Ik zal hem er even bij pakken. Het is van steen. Je zou hem eventueel ook van tevoren even in de koelkast kunnen leggen. Ik vind het zelf super schattig, want het is een heel klein iglootje. En dan gaan de hamsters en de muisjes en of de ratjes lekker in kunnen slapen. En dan hebben ze lekker een verkoelend huisje. Dus ik zou zeggen, voldoende tips denk ik. En geniet er ook een beetje van, hè, het lekkere weer.